Gisteren bijvoorbeeld schreef het AD over een incident met Paul de Leeuw. Ik moet zeggen, Eus, ik weet niet hoe jij erover denkt. Ik las het artikel, dacht ik van... Ja. Waarom is het een artikel? Ik heb vanmorgen mijn collega gebeld, die dit stuk heeft geschreven. En ik heb precies dezelfde vraag gesteld. Dennis Jansen. Ja, nou, ik wilde zijn naam niet noemen. Oh. Nee, maakt niet uit. Iedereen kan het zien. Nee, maar ik snap het ook niet. Als we nu elk arbeidsgeschil, elk verstoorde relatie op een vloer... als we daar een krantenbericht van gaan maken... dan wordt het heel erg moeilijk om goed te kunnen functioneren in Hilversum. Want dan moet je constant achterdochtig zijn. Je moet misschien... Voor degenen die het niet gelezen hebben, het gaat erom dat een regisseur en Paul de Leeuw... althans, Paul de Leeuw zou tegen regisseurs zijn uitgevallen. Ja. En daarop is die regisseur naar huis gegaan. Hij heeft het programma daar niet afgemaakt, maar hij heeft wel de montage afgemaakt. Ja. En eigenlijk was dat het verhaal. Ja, en het is opgelost op een goede manier onderling. Alleen, het is toch naar buiten gekomen. Er is een stuk van gemaakt. Je vraagt je wel af van, moet het dan altijd gezellig zijn? Als je bijvoorbeeld zo'n programma maakt, waar je anders een programma maakt. Ja. Waar mensen zijn, gebeurt er altijd wel iets, volgens mij. En we moeten nu niet helemaal gaan doorslaan. Wat zei je collega? Hij zei, we hebben met de redactie, dus de mediaredactie, gesproken. We hebben lang met elkaar gesproken. Er waren voorstanders, er waren tegenstanders. En uiteindelijk is het toch besloten om dit stuk te plaatsen. Dat was zijn boodschap, ja. Was het recent? Of het recent? Ik denk dat het 2 jaar geleden is gemaakt, ja. Ja. Hoe kijk jij je? Want jij kent die sport en daar wordt nogal hard... Ja, zeker. Ik heb nog een keer een programma gedaan samen met Paul de Leeuw. Klopt. Na die Wodo Vrijdag Show. Klopt. Was geen doorslaand succes, kan ik je vertellen. Maar dat ging er toen ook wel gewoon heftig aan toe, hoor. Af en toe. Ging het heftig? Ja. Maar vond je het te veel? Ik was wel wat gewend vanuit de sportwereld. Daar gaat het ook af en toe hard tegen hard. Maar toen dacht ik wel... Paul zat toen gewoon zelf voor me ook niet echt zo heel erg lekker in zijn vel. En als ons programma niet draait... Ja, dan hij voelde de druk. Dus hij was dan wel eens boos. Hij was ook wel eens boos op mij. Ik denk, ja... Nou, wat gebeurde er? Volgende stuk is al geschreven. Dit is een stuk. Maar hoe uitte zich dat dan, Erb? Want jij kan letterlijk je mannetje staan. Ja, nou, toen dacht ik op een gegeven moment van, dit is niet mijn wereld, dacht ik eventjes. Hoe was dat? Dat was best wel gewoon, dat programma, dat liep niet. En als het dan niet gaat, en hij is de ster, hij moest het dragen. En als het dan niet wil, dan werd hij ook wel eens boos. En dan werd hij ook wel eens boos op mensen om hem. Dat is lang geleden. En ik had dat nooit eigenlijk als heel erg ervaren. Want soms lukken gewoon dingen niet en dan word je gefrustreerd. Maar de dag daarna gingen er gewoon weer tegenaan en dan... proberen we weer wat leuks van te maken. Maar... Ja, het is wel zo, ik zei net als grapje, maar ik denk nu wel meteen... Ja, hier worden allemaal stukken over geschreven. Dit worden allemaal stukken worden. Ja, dit is meteen een stuk. Zou het terecht zijn dat dit een stuk is nu? Ja, ik weet niet wat het precies is. Nee, zeker geen stuk. Nee. Je weet hoe dat gaat. Het was best wel heftig. Het was echt wel heftig, ja. Het was die nabespreking. Toen dacht ik wel af en toe van, hey, wacht eventjes. Een half jaar geleden was ik nog in een vol T-half... En werd ik nog bejubeld. En nu zit ik ergens in een studio in Almere om 00:30 s'nachts een evaluatie te doen op een manier. Denk ik, gekkigheid. En denk je nu, ik zou het op dit moment niet pikken als dat weer gebeurt? Als het nu, dan zou ik er misschien wel anders mee omgaan. Maar toen was dat niet raar of zoiets. Ik neem het hem ook niet kwalijk. Want ik voelde heel erg dat hij... Het was zijn programma, het was zijn studio. Hij wilde het graag doen. En als het dan niet lukte, dat was ook wel een beetje omdat... dat het ook niet lukte. Hè? Het lukte hem ook niet. En dat was ook zijn frustratie. Ja, dan wordt dat geuit. En maar ik heb dat niet als... Ik was man genoeg om daarna te zeggen... volgens mij ben ik hier niet geschikt voor. Maar dat is niet iedereen, hè? Er zijn ook mensen die dan echt wel gebukt eronder gaan. Ja. Maar de vraag is ook, hoe ga je naar huis? Als in, werd het ook uitgesproken? Dit is, ik heb geen enkele... Nee, maar ik zie wel dat je er erg over moet nadenken. Ja, we moeten daar over deze dingen wel nadenken. Kijk, jij hebt in een programma gezeten wat niet loopt. Ja. Ik heb in een programma gezeten wat niet loopt. Ik niet. Jij nog niet. Bij mij loopt alles. Komt vanzelf. Komt vanzelf. Ja.